Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuw 4. Oh, ik heb daar zo geen zin in. Maar ja, weet je, ik heb het aangegeven en jullie wilden het graag. Ik heb nu al 5 likes gekregen op inderdaad de vlog waarvan ik aankom. Zal ik eens een keer overnachten in mijn badkamer? Dus hier zit ik. Ja, nou, ik zal het jullie eens eventjes laten zien. Ik heb de nodige voorbereidingen al getroffen. Hier ga ik dus vannacht overnachten. Ik heb hier een cameraatje opgehangen. Ik heb hier daar een camera staan en ik ga hier eens een tent neerzetten. Wat doe ik mezelf aan? De tent zelf heb ik hier nog liggen. Ik moet nog opbouwen. Schuiten ga ik ze zo doen. En ik moet inderdaad het luchtbed nog opzetten. Want ik ga natuurlijk wel op een luchtbed slapen. Ik ga niet op de grond slapen. Oh ja, ook nog even een dingetje. Binnenkort wordt mijn PC weer gemaakt. Zoals jullie weten was een beetje begin dit jaar. Weet je, rond maart of zo. Was mijn PC kapot gegaan. Waarbij ik heel veel games op speelde. Nou, ik heb goed nieuws, dames en heren. Binnenkort wordt mijn PC weer gemaakt. PC waarmee ik altijd Minecraft uploaden en games speelde. Dat wordt dus binnenkort gemaakt. Ik ga volgende week met Pinksteren naar mijn zus. Dan kan het zijn dat dat weekend ook even geen video online komt. Maar ja, ik ga dus op bezoek bij mijn nichtje. Maar dan neem ik mijn computer dus mee. Dus mijn computer wordt al gemaakt. En dan kan ik waarschijnlijk heel snel weer gaan Minecraft. En gewoon weer lekker. Want wat heb ik Minecraft gemist? Ja, ik heb het echt gemist. Dus inderdaad. Maar goed, computer komt dus weer terug. Heel snel. Oké, nou ja, zoals je al zei, het is tijd om tent op te gaan. En dat is donker worden. Filmpje kijken en dan gaat het vannacht echt gebeuren. Dan ga ik echt overnachten in inderdaad mijn badkamer. Dus dat wordt wat. Dus ik zou zeggen tot zo. Zo, ik zit ondertussen even lekker aan de popcorn, aan de cola en even lekker Chucky te kijken. En hoe later het wordt, het is al bijna 12 uur 's nachts en het begint me pas echt door te wringen dat ik straks gewoon in een badkamer moet gaan slapen. Kun je ook wel zeggen dat het de laatste keer is dat ik echt ga overnachten in mijn huis. Want ik zit me echt af te vragen, wat doe ik? Waarom ga ik in godsnaam overnachten in een badkamer? Terwijl er gewoon serieus een bed erin staat. Staat er gewoon een bed waar ik gewoon lekker warm in kan slapen. Nee hoor, gaat hij in een badkamer liggen? Op een luchtbed. In een tent. Maar goed, het is de laatste keer. En ik doe het niet meer. Maar alles moet ik hier gedaan hebben. Oké, het is inmiddels bijna 12:30 en ik begin toch een beetje moe te worden. Dus, hey Google, lampen uit. Nou, daar gaan we. Oké, daar lig ik dan. Dit voelt zo raar, hè. Maar goed, voor echt mijn licht een beetje donker is, kan ik nu even niks aan doen. Oh, jawel, kijk. Daar ben ik weer. Jongens, ik wil even één ding met je afspreken. Doe dit alsjeblieft nooit weer. Ga nooit meer dit soort dingen voor mij bedenken. Want dit is zo niet chill. Gewoon liggen in de badkamer in de tent. Ik ga slapen. Dat lampen allemaal uitdoen hier zo. En dan ga ik proberen te slapen. Oh, goedemorgen al. Het is op dit moment 10:21. Tijd om eruit te gaan. Het lag hartstikke hot. Het is hartstikke koud. En ja, dan heb ik natuurlijk een dekens over me heen. Maar alsnog is het koud. Nou goed, dames en heren. Hoop ik heb je alweer een beetje genoten van deze video. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Ik heb... Het is me gewoon gelukt om te overnachten in de badkamer. Ga ik dit vaker doen? Nee. Absoluut niet. Het is hier koud. Nee, dit ga ik niet vaker doen. Nee. Maar goed. Hoop ik heb hier alsnog een beetje van genoten. Vergeet dan niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Vergeet dat blauw duimpje omhoog te doen. Ja, ik moet echt even wakker worden. Ik ga wakker worden. Tot de volgende video in ieder geval om 5 uur op mijn kanaal, Mitty. En dan zou ik zeggen, zoals altijd, heb je nog trouwens een leuke uitdaging voor mij die ik zou kunnen doen? Wel een goede uitdaging. Dan mag je het altijd achterlaten. Stuur het in een DM. Of stuur het inderdaad in Discord server bij video ideeën. Discord server staat ook een linkje in de beschrijving. Bedankt voor het kijken nogmaals. En tot de volgende video. En dan zou ik zeggen, zoals altijd. En ook vandaag. Peace!